Hoi allemaal, ben ik weer met een hele nieuwe video. In deze video laat ik zien wat mijn holy grails zijn. Wat mijn favoriete producten ever zijn. En waar ik ook echt niet meer zonder kan. Ik zou al deze producten die ik zo meteen aan jullie laat zien, sowieso overnieuw kopen. Dus ja, laten we beginnen. Ik heb hier heel veel dingen voor mij liggen. En laat ik eerst maar beginnen met het ding wat niet van mij is. Ja, ja. Ik heb een dag- en nachtcreme is het eigenlijk. Een multifunctionele creme is het. En dit is een speciale creme voor een probleem voor de huid met speciale behoeften. Nou, in de winter, wanneer het kouder wordt, gebruik ik deze creme heel graag. Deze creme zorgt ervoor dat mijn huid niet zo droog is. En het is gewoon een hele fijne creme om te gebruiken. Hij is niet van mij, hij is van mijn mama. Ik mag hem lenen. Zo noemen dan. Okay, jullie weten dat ik helemaal dol ben op de lipsticks van MAC. Ik ben er lichtelijk verslaafd aan. En het zijn gewoon geweldige lipsticks. Daarom koop ik ze telkens. Nou, dit is de kleur Dubonnette. Ik kan mijn naam niet uitspreken. Een heel mooi kleurtje. Ik heb hem nou ook opgedaan. En ik vind sowieso alle lipsticks van MAC die ik tot nu toe in mijn collectie heb, draag ik dagelijks. Doe ik niet allemaal tegelijk. Maar ik heb zeker wel overdag een MAC lipstick op. En ja, ze kosten wat meer. Maar kijk, je hebt er gewoon wat aan. Hij blijft lang zitten. De kleur is heel erg intens. Dus ja, die 19 euro heb ik ervoor over. Dan koop ik liever minder Catrice lipsticks bij wijze van spreken. En spaar ik liever voor een lipstick van MAC. Ik zou ook altijd blijven kopen. Love you. Dan heb ik nog een Holy Grail. Ik had hem ontdekt. Ik was verkocht. En als hij op is, en op zijn benen. Ga ik hem zeker overnieuw kopen. Ik heb het over Lady Million. Lady Million is een geurtje. Ja, ik vind het gewoon perfect. En ook vooral met het koudere weer. Dat is iets zwaarder. Ik hou daar echt van. Elke keer als ik hem op heb, krijg ik een complimentje van. Joh, god, het ruikt je lekker. Welk geurtje heb je op? Ja, yeah. Lady Million, jongens. Dus koop deze als je deze ziet. Dit is 30 milliliter. Ik heb er toen al iets van 30 euro voor betaald. Normaal gesproken kost hij 50, maar het is de prijs echt waard. De Scrubs Wanglust. Ik heb hier toevallig Angels on Bare Skin. En ik ben echt dol op de Scrubs. Net zoals de maskers trouwens, maar de mijne is op, dus die heb ik even niet hier. En ja, dus ik vind gewoon die natuurlijke producten zijn zo goed voor mijn huid. En vooral deze is echt hallelujah. Dus deze zou ik ook altijd blijven kopen. Nog een holy grail voor mij. Als mijn huid weer een beetje dramatisch aan het doen is en het zo zwaar heeft, dan gebruik ik altijd Tea Tree Water. Dit is echt gewoon een wondermiddel voor je gezicht. Als jij echt last hebt van je huid, buisjes of zo, wat dan ook, koop dan Tea Tree Water. Spray het twee keer op je gezicht, 's ochtends en 's avonds. En ik geloof me, je ziet echt het verschil maar na een week of twee. Dit is echt een aanrader. Ja, ik draag bijna dagelijks lipstift. En soms zijn mijn lippen ook wel eens droog. En dan moet gescrubbed worden met de Scrub Wonders. Ook een holy grail voor mij. Scrubs zijn sowieso echt een wonder voor je lippen. Net als Labello. Als ik droge lippen heb, doe ik voor het slapen even Labello op. En het werkt gewoon echt. Want mijn lippen voelen gewoon weer goed aan. Dan heb ik sowieso niet echt last van droge lippen of zo. Maar ja, ik heb het ook wel eens zo nu en dan. En dan wil ik het gewoon goed verzorgd hebben. Oké, next. Ik heb een concealer. En hij is echt vies. Mijn andere holy grail is de concealers van MAC. Geloof me, dit is echt gewoon uitvinding van de eeuw. Dit zorgt er serieus voor dat je geen wallen ziet, dat het gewoon mooi is. En het is echt gewoon een concealer die ik altijd overnieuw zou kopen. Ik zou nooit meer voor de concealer gaan van 3 of 4 euro. Ik zweer echt gewoon bij MAC op dit moment. Echt een topproduct. Ik kan ook echt niet meer zonder lippotloden. Kijk, het is nou dat ik er geen één op heb. Maar 9 van de 10 keer gebruik ik een lippotlood. En dan maak ik het eigenlijk. Ik heb heel veel lippotloden. Echt veel. Heel een pakje vol. Maar ik zou er wel meer van MAC willen. Want het is echt. Je lipstift loopt gewoon niet uit. Weet je. Het zit gewoon mooi. En ik vind het gewoon net wat extra's geeft. Dus het is echt een lippotloden. Het zijn sowieso holy grails voor mij. Foundation is ook echt iets waar ik niet zonder kan. Omdat ik heb niet echt de egaalste huid. Ik heb best wel rode huid. Ik
heb een moeilijke huid. En het is voor mij best wel lastig om een goede foundation te vinden. Want ik heb ook een vette huid, weet je, gemengd. Het is gewoon heel erg gemengd. Ik heb gewoon echt een lastige huid. En toen kwam ik uit op de Hello Flawless foundation van Benefit. Er zit geen olie in. En sinds ik deze foundation gebruik, is mijn huid gewoon mooi. En hij doet echt veel voor mijn huid. Het is een luchtige foundation. Je ziet er bijna niet zitten. Maar toch geeft hij net wat extra. En mijn huid blijft best wel lang egaal. Oké, ik heb bij geen één product zorgt ervoor tot nu toe dat mijn huid heel de dag echt glimvrij blijft. Dat is me nog nooit, heb ik nog nooit ontdekt. Maar dit is echt een holy grail van mij. Nooit meer een andere foundation. Tenminste, vandaag toch. En dan heb ik een oogschaduwbasis. Dat is echt gewoon echt een top uitvinding. Als je een beetje een goede hebt, gaat je oogschaduw niet meer creasen of zo. Je krijgt geen lijntjes meer. Blijft goed zitten de hele dag. En niet alle oogschaduwbasis kunnen dat. Maar deze van MAC kan dat wel. Dit is een Pro Longwear Paint Pot. En het is echt gewoon een wonderproduct. Het zorgt er echt voor dat mijn oogschaduw intenser is, langer blijft zitten. En ik zou het niet meer zonder kunnen eigenlijk. Qua oogschaduw ben ik echt wel van de gepigmenteerde oogschaduws. Iedereen natuurlijk. Maar de oogschaduws van MAC. Holy grail, holy grail. Ja, dit is echt... Check dit. Gewoon één keer swatch. Dat is gewoon echt bizar. Als ik nou een soort van heel erg rijk was, dan had ik echt een stash vol met oogschaduws van MAC. Holy grail. Dit paletten ook. Ik heb mezelf samengesteld. Het was een 54 euro of zo. Maar het is zo dubbel en dwars waard. En dat is net als met de poeders van MAC. Ik heb een bladpowder en ik heb Studio Care Pressed Powder. Het zijn hele fijne poeders. Deze zorgt ervoor dat ik minder ga glimmen. Helpt echt. En dit is gewoon een hele fijne poeder voor mijn huid. Maar deze is bijna op. En ik ben nu een soort van een beetje aan het sparen. Dus nu heb ik een vervanging gevonden. Deze van Catrice. Ook echt heel goed. De poeders van MAC zijn echt ontzettend goed. Dat is echt mijn holy grail. Sowieso vind ik poeder... Ik kan niet zonder poeder. Dat is niet alsof ik continu... Alsof ik zo'n make-up popje ben. Maar als ik geen... Als ik maar mijn gezicht niet afpoeder, dan gaat het zo glimmen. En dat, ja, als jij nou een hele gladde huid hebt, weet je, dan kan je best niet afpoederen. Maar ik vind het zelf fijner, omdat ik anders ga glimmen. Ik heb grote poriën. Ik heb wel mee kunnen leren leven nu. Maar vroeger vond ik het echt niet leuk. Ik vond het echt niet tof. Want ik dat had, weet je. Want je zag ze best goed. Nou heb ik een uitvinding. Dit is een pore filler. En hij zorgt er echt voor dat mijn poriën heel stuk kleiner worden. Dus je ziet het nou bijna niet zitten waarschijnlijk. Dat komt omdat ik dat product gebruikt heb. Dus nooit meer zonder de product kan ik. Qua blushes ben ik helemaal gek op die van Flomar. Ik heb er nu twee. Dat zijn deze terracotta powders. Hele fijne blushes. Ja, ze geven gewoon glans af. Ze zijn intens voor kleur. Het zijn gewoon hele mooie producten. En sowieso, dit zijn alleen voorbeelden. Blush kan echt niet uit mijn collectie komen. Ik kan echt niet zonder blush. Blush zorgt ervoor dat je huid echt gewoon wat meer kleur krijgt. Dat is net als mijn bronzer. Ik heb hier toevallig even eentje van mijn Sporty. Dat kan ik ook echt niet zonder. Want dat zorgt gewoon net wat meer... Meer uitstraling in je gezicht. En dat heb ik ook met een highlighter. Deze is ook heel fijn. En ze zorgt gewoon net tot wat extra's. En dus daar kan ik ze ook echt niet meer zonder. En dan mijn allerlaatste holy grail. Jullie zullen mij wel voor gek verklaren nu. But I don't care. Ik heb pseudocreme. Ja. Beschermt, verzacht en helpt bij een rode, kwetsbare huid. Kijk, je gaat gelijk denken aan babybilletjes en zo. Maar ik heb ook wel eens rode plekjes in mijn gezicht. En weet je wat ik dan doe? Ik pak er gewoon een beetje uit en ik smeer erop. En de volgende dag is het gewoon een heel stuk minder. Het is echt gewoon een wonderproduct. En je kan het voor zoveel meer dingen gebruiken dan andere rode dingen. Ja, dit is mijn holy grail. Daar ben ik heel blij mee. En... Dan heb ik er nog eentje. En dat is de camouflage cream van Catrice. Dit is Rosy Beige. De letters zijn er al van af. Ik doe er al best wel een tijd mee, eerlijk gezegd.
Dit is echt gewoon een hele goede concealer als je veel puistjes hebt of zo. Als je een plekje hebt op jezelf een puist, kan je heel makkelijk deze concealer erop doen. En dat zorgt er echt gewoon voor dat het weg is. Dus dit is ook echt een top product. Dit waren My Holy Grails. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar die van jullie. Tot de volgende keer. Doeg!